Het doel van de beta-dag is dat jongeren HAVO-VWO bovenbouw met een beta-interesse voordat ze de Achterhoek uitgaan. Want dat ze naar Eindhoven gaan of Delft of weet ik waar is prima. Als ze maar weten dat ze in de Achterhoek terug moeten komen voor een hele mooie stage of een afstudeeropdracht. Dus we bieden enerzijds leerlingen een mooi overzicht van alle mooie beta-opleidingen in Nederland. Maar met name de mooie bedrijven in de Achterhoek waar je dan je stage of je afstudeeropdracht kan lopen. Waarom ben je vandaag hier naartoe gekomen? School had een dag georganiseerd. En we mochten hier gaan kijken of we hier wat konden kijken of we ergens studies wilden doen of zo. We gingen met school hierin en dan moeten we kijken naar stages wat je zeg maar, bij je opleiding kunt doen. Dat je dat ook in de Achterhoek kunt doen. En dan zijn we hier aan het kijken bij allemaal bedrijven wat je kunt doen. We willen de leerlingen hier een beetje laten proeven hoe het is om techniek te studeren. Dus laten zien dat je niet alleen engineer wordt, maar ook alles wat je ermee kan bereiken. Dus vandaar ook onze slogan, waar droom jij van? Om mensen te laten zien dat je niet alleen techneut wordt, maar dat je echt iets kan bereiken met techniek. Zijn de Achterhoekse jongeren al een beetje enthousiast? Ja, ze zijn heel enthousiast. We hebben vooral ook heel veel meisjes die opeens de techniek in willen, dus altijd goed om te zien. En zeker natuurlijk zo'n coole auto, dat helpt altijd om een beetje enthousiasme op te brengen. Heb je al iets gezien wat je leuk lijkt? Wel een aantal dingen aan universiteiten of zo, maar nog niet dat ik zeker ben waar ik naartoe wil. Ja, ik denk niet de techniek aan dat niet. Wat zou je wel willen? Misschien iets meer gezondheid of zo. Ik wil iets doen met ontwerpen en zo, dus daar ben ik een beetje naar aan het kijken. Maar ik ben nu nog een beetje aan het rondkijken. Dus. Nou, zijn er eigenlijk heel veel mensen nodig binnen de techniek? Denken jullie die hier te kunnen vinden? Ja, zeker. Er is heel veel vraag vanuit het bedrijfsleven naar techneuten. En als ik kijk hoe enthousiast mensen hier zijn, denk ik zeker dat we die hier kunnen vinden.